paprika gaan we zaaien. Qua cultuur kun je het ongeveer vergelijken met tomaten, komkommers. Dus het kan buiten in een warme zomer of in een wat zuidelijk land. Anders kun je het in de kas kweken of op je balkon. In hele grote potten van zo'n 15, 20 liter. Ik ga het proberen om het buiten te doen. Maar ik zaai het voor in de zaaibakjes. Er zitten ongeveer 20 zaden in. Ik zal ze even laten zien. Dit zijn paprika zaden. Dus we gaan weer terug. Zaaibakje vullen met zaaigrond. Goed aandrukken is belangrijk. 20 zaden. Probeer die zo goed mogelijk over het bakje te verdelen. Foutje in het zakje maken. Dan komen ze er stuk voor stuk uit. We zullen eens kijken. Eén zaadje even aandrukken. Met je vinger. Het is even priegelen. Maar je hebt er alleen maar plezier van. Als ze straks gaan groeien, hoef je niks meer te doen. Nu afstrooien. Wrijf die zaaigrond tussen je vingers. Beetje aandrukken. Het kan even duren voordat zaad kiemt. En ik wilde niet dat er vol met algen komt, want een groene laag eroverheen. Om dat te voorkomen, strooi ik er scherp zand overheen. Grof zand. Eigenlijk hele kleine steentjes. Brekerszand. Dat werkt. Metselzand kan ook. Ik ga het wel eerst even wassen, zodat het goed schoon is. Er geen troep in zit. Dan het hele bakje. In een schotel met water zetten. Dat is de beste manier van water geven, dat het van onderop komt. Ga je het hier nat maken, dan gaan al die zaden in het rond spoelen en komen we allemaal op een ander plekje te liggen. Dat moet je niet willen. Wacht tot het zand donker kleurt, dan is het water helemaal boven. Op een warme plek zetten, 20 tot 25 graden. En dan zullen die plantjes heel makkelijk kiemen. De paprika is goed opgekomen. Ik heb er nog een paar plantjes weggehaald om de rest wat meer ruimte te geven. Ik heb er ook maar weinig nodig, ik denk 5 dat ik het doe. Dus hier zit genoeg in. Uit het bakje tikken. Nu gaan we geen zaaigrond meer gebruiken, maar potgrond. Dat ziet er zo uit. Ik doe een beetje potgrond in een potje. En dan breek ik er voorzichtig één plantje af en zorg dat er zoveel mogelijk wortels aanblijven. Niet al die grond eraf halen. Er moeten allemaal weer nieuwe worteltjes gemaakt worden. Laat die dingen er al aan zitten. Je ziet ze niet, maar die zitten hier allemaal haarworteltjes. Die heb je net nodig om voedsel op te nemen. Er zit een beetje te veel in. Ik ga het plantje wat dieper zetten, zodat alleen het gedeelte waar de blaadjes ontspruiten boven de grond komt. Flink aandrukken, zo. En nu rondom bijvullen met potgrond. Ook weer goed aandrukken. En nu het hele potje in een schotel met water. Half uurtje laten staan, tot het water helemaal optrekt. Uit laten lekken. En nu, het is maar half april nog, nu moeten de plantjes weer naar binnen. Die kunnen nog niet tegen zoveel kou. Dus op de vensterbank of in het kastje of wat je hebt. Graadje of 20, 25. En poos je door laten groeien tot ze in mei naar buiten kunnen. Dat laat ik je dan zien. Het paprika plantje heb ik al een keer verpot in een iets groter potje. Omdat het wat langer moest blijven staan. En ik heb de top eruit gehaald. Hier dus heb ik gewoon, tjaka, de top weggehaald. Dan beginnen al die ogen, die beginnen uit te lopen. En ik wil 3 takken overhouden.
Dus ik ga nu een beetje knippen en snoeien. En dan zorg ik dat de plant 3 scheuten gaat maken. En liefst ook nog mooi over die middelste stam verdeeld. Dit wordt eraf. Helemaal onderaan, dat halen we weg. Die mag ook weg. Dan laat ik die staan. En die laat ik staan. En dan zit er hier een mooie. Die laat ik staan. En dan haal ik dit allemaal weg. Zo. Hier nog een beetje weghalen. Eén. 2 en de bovenste is nummer 3. Die mogen doorgroeien. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. 1, die zit hier beneden. 2 en dan boven, het blaadje opzij houden. Kijk, daarboven zit er nog 1. Om even ronddraaien, dan kun je beter zien hoe dat in elkaar zit. 3 scheuten. En daar komen dan straks de vruchten aan. Beetje geduld nog. Ik heb nu aan de paprika plant 3 scheuten opgekweekt. Dat kun je nog niet zien. Maar die gaan we nu even alle 3 een beetje naar buiten buigen. En om ze in die stand te houden zetten we een stokje naast. Zet het eerste stokje er maar in. Zet je aan de overkant van die scheut en dan laat je het zo naar buiten wijzen. En dan ga je daar die scheut aan opbinden. Ja, dan kan de andere stokje erin. Dan gaat die kant op en dan 3 scheuten moeten we hebben. Dus de bedoeling dat je met een touwtje die scheuten tegen het stokje opbindt, dan zullen ze het stokje volgen. En dan komen die toppen steeds verder uit elkaar te liggen naarmate de plant groeit. Dat is nummer 1. Als je nou goed kijkt naar zo'n topje, dan zie je dat daar meerdere scheuten op zijn. En dat moet niet, er moet er maar eentje zijn. Hij moet zich niet vertakken. Maar er zitten ook bloempjes aan hier. Dat is zo'n wit bloempje hier bij mijn duim. Zie je, dat moet je natuurlijk laten zitten. Maar hier zit een extra scheut. Zeg maar een dief, zoals je bij tomaten hebt. Die moet weghalen. Hop. Dan zit hier een groeitopje. En dat wijst naar buiten. Dus dat is gunstig. Die laat je zitten. Die gaat straks dat stokje volgen. Hier zit nog een scheutje. Ook weg. Er moet maar 1 scheut naar boven gaan. Zit er hier nog 1? En dan kan er wel een bloempje aan zitten. Maar ik kan het niet uit. Je haalt het gewoon weg. Want zoveel bloemen kan het plantje helemaal niet aan. Zo. Dan kan het ook zijn dat er onderaan de plant, dat is even naar de basis gaan. Dat er onder, nou dat kan je nou niet zo goed zien op dit filmpje. Maar onderaan de basis van de plant, daar kunnen ook nog allerlei uitlopertjes zitten. Daar willen ook allemaal weer scheutjes ontstaan. Allemaal weghalen. Allemaal weghalen. Dus ik wil gewoon hebben die 3 scheuten aan die 3 stokjes. Met ieder 1 topje. En dat laat je doorgroeien. Maar zorg wel dat je de bloemen eraan houdt. Hè? We hebben gesnoeid zoals ik je net heb uitgelegd. En inmiddels verschijnen de eerste vruchtjes van de paprika. Ze zijn nog groen. Later kunnen ze geel of rood worden. Je zou ze al kunnen oogsten, maar ze zijn al piepklein. Weer een beetje later en ik heb de paprikaatjes geoogst. Ze zijn een beetje onregelmatig, maar dat maakt helemaal niet uit voor de smaak natuurlijk. Dan moet je kijken, voor de aardigheid heb ik uit de supermarkt zo'n paprika gekocht. Die zal ik er eens even bijleggen. Kijk eens, zo'n opgeblazen ding. Dat bestaat natuurlijk helemaal uit water. Weinig smaak.
groot verschil is dat. Nee, je kunt ze beter zelf kweken hoor. Paprikaatjes met smaak.